Dit is Teliak met de cursus PC Privé. Dag dames en heren. Ik hoop dat u de afgelopen week in de gelegenheid bent geweest om alvast de theorie over spreadsheets uit het cursusboek door te nemen, omdat we u vandaag willen laten zien hoe de spreadsheet-module van de Teliak-software werkt. We doen dit om het eenvoudig en voor iedereen begrijpelijk te houden aan de hand van een prijslijst voor audioapparatuur. Maar in de hoofdstukken van de Teliak-software die over spreadsheets gaan, vindt u naast deze prijslijst ook nog wat andere voorbeelden die meer op privé-situaties zijn geënt. Zoals het berekenen van een lineaire en annuïteitenhypotheek en een berekening van de autokosten versus de trein. We beginnen nu eerst met een korte uitleg van het spreadsheet aan de hand van de module Sheet van Teliak-software. En laat u vervolgens zien aan de hand van de genoemde prijslijst hoe je zo'n spreadsheet stap voor stap opbouwt. We maken daarbij gebruik voor de leesbaarheid weer van de grove grafische mode en zwart-wit. We hebben de Teliak-software opgestart en staan nu in het hoofdscherm. Om met een spreadsheet te kunnen gaan werken, selecteren we hoofdstuk 6 met daarin de icoontjes Sheet en Print. En door een klik op de rechtermuisknop maken we dit hoofdstuk actief. De modules Sheet en Print worden geladen. Daarvan is de module Sheet op dit moment het belangrijkst. Die selecteren we en maken hem vervolgens beeldvullend. Op het scherm staat nu het rekenblad of spreadsheet groot weergegeven en we zien daarin een aantal kolommen en rijen. De zichtbare kolommen lopen van A tot en met I en de rijen van 1 tot en met 12. Zou de computer in een minder grove grafische mode staan, dan zien we zo'n 27 regels. De kolommen lopen in beide gevallen verder door dan op het scherm zichtbaar is. Door op de cursortoetsen te drukken, kunnen we de andere kolommen van dit rekenblad zichtbaar maken. We zien de kolommen doorlopen tot en met Z. En vervolgens verschijnen AA, AB, AC enzovoort. Als we de tijd zouden hebben, dan zouden we zien dat de kolomaanduiding zelfs een aantal van 4 letters bereikt. Ook het aantal regels is veel meer dan op het scherm zichtbaar is. Dit gaat tot maar liefst 65.000. We hebben dus de beschikking over een enorm rekenblad. U moet dit maar eens in een verloren uurtje bekijken. Gaan we terug naar onze uitgangspositie A tot en met I en 1 tot en met 12, dan zien we dat er op de kruising van de kolommen en de rijen kleine vlakjes zijn. Dit noemen we in een spreadsheet cellen. Door op de linkermuisknop te drukken, kunnen we zo'n cel selecteren. Het vlakje wordt dan geaccentueerd en daarbij zien we dat iedere cel zijn eigen unieke benaming heeft. De computer geeft dat linksboven het rekenvel ook aan. Bijvoorbeeld A1, A2 en A3 naar beneden en horizontaal A1, B1, C1 en D1. In iedere van deze cellen kan een tekst, getal, datum, formule of functie van het programma ingevoerd worden. En deze cellen of blokken van cellen kunnen allerlei bewerkingen ondergaan. Door het indrukken van de Escape-toets komt ook bij deze module een regel met menu's tevoorschijn. TS en File zijn daarvan geen onbekende. En eigenlijk blok ook niet. Want die biedt, net als bij tekstverwerking, de mogelijkheid om blokken uit het spreadsheet te markeren, te kopiëren, te verplaatsen, etc. Bij rij kunnen we rijen in het spreadsheet tussenvoegen of verwijderen. En bij kolom onder andere kolommen tussenvoegen of verwijderen. Met cel kunnen individuele cellen bewerkt worden. En onder opties zit een aantal specifieke zaken ten aanzien van dit rekenblad. We zullen deze zometeen nog tegenkomen wanneer we de prijslijst gaan maken. Gaat u een spreadsheet ontwerpen,
dan is het handig tevoren te bedenken wat u wilt. Ook wij hebben dat gedaan voor onze prijslijst en hebben dat even op een kladpapiertje uitgewerkt. Dan kan nu de prijslijst in het spreadsheetprogramma ingevoerd worden. Allereerst moet er een titel op deze prijslijst komen. We selecteren cel A1 en typen prijslijst audioapparatuur Hi-Fi Shop in. Deze tekst verschijnt niet direct in het spreadsheet, maar erboven. Door een druk op de Enter-toets wordt de tekst in de cel geplaatst. Er komt alleen maar prijs Lee te staan in cel A1. Dit kan opgelost worden door met de cursor of muis naar cel B1 te gaan en daar het N-teken in te typen. Na een druk op de Enter-toets wordt er dan meer van de titel zichtbaar. Dit ritueel herhalen we totdat de hele titel in de eerste rij staat. De cellen A1 tot en met E1 worden ermee gevuld. In cel F1 willen we graag de datum van vandaag hebben. Daarvoor selecteren we cel F1 en typen een functiecommando in dat u al kent, namelijk date, dollarteken en tussen haakjes today. Voor deze functie moet een dubbele punt ingetypt worden. Dit is voor het programma een teken dat we gebruik maken van een functie of formule. Ook hier is de cel weer te klein voor de hele datum en daarom selecteren we cel G1 en typen daar het N-teken in. En de datum komt in zijn geheel tevoorschijn. Bent u niet tevreden over de schrijfwijze van de datum, dan kan deze gewijzigd worden door te kiezen voor het TS-menu Instellingen en Datum. Wij veranderen de keuze E in D en nu blijkt dat de computer niet automatisch deze instelling overneemt. Drukken we echter op de F2 rekentoets, dan verschijnt op het werkblad de nieuwe notatie. Dan gaan we nu de subkoppen van de prijslijst invullen. Daarvoor gaan we eerst naar cel A3 en typen daar het woordje apparatuur in. Weer is de ruimte in de cel te klein, maar omdat we weten dat de teksten onder deze subkop ook zo breed of zelfs breder zullen zijn, is het in dit geval handiger om de hele kolom A wat te verbreden. Daarvoor drukken we op de Escape-toets en de menuregel komt tevoorschijn. En daaruit kiezen we voor kolom en de optie breedte. Hierin kunnen we wat keuzes maken. Allereerst kun je de individuele kolommen smaller maken door tegelijkertijd op de controltoets en de pijltjestoets naar links te drukken. Je kunt ze ook breder maken door op de controltoets en de pijltjestoets naar rechts te drukken. Door de keuze standaardbreedte kun je de kolommen weer in de standaardbreedte zetten. Maar die standaardbreedte op zich kan ook veranderd worden door in plaats van de 8, 15 in te typen. De kolommen worden daardoor allemaal 7 posities breder. We gaan weer terug naar de standaardbreedte van 8 en kiezen voor het verbreden van kolom A met de controle- en pijltjestoets naar rechts. In kolom A kunnen nu bredere teksten komen en het ingetypte woord apparatuur verschijnt nu zonder problemen in de verbrede cel. Kijken we overigens nog even linksboven het spreadsheet, dan geeft het programma keurig de inhoud van die cel weer. Dat gebeurde straks ook al bij het invoeren van de kop en de datum. Maar het is wel goed er even op te wijzen dat, hoewel je gewoon apparatuur intikt, de software er zelf een dubbel aanhalingsteken voor zet. Het is voor het programma een teken dat deze cel met tekst gevuld is. Dan gaan we nu verder met het intypen van de subkoppen en selecteren cel B3 en typen daarin inkoop. Dan drukken we op de Enter-toets en gaan naar cel C3 waar we verkoop typen. En in cel D3 de toevoeging ex-BTW. In cel E3 wordt BTW getypt. En in F3 verkoop, met in cel G3 inclusief BTW, afgekort tot in BTW.
Nu vinden we dat laatste toch een beetje komisch staan en willen de inhoud van deze cel veranderen. Daarvoor gaan we terug naar cel G3. Linksboven het rekenblad staat daar de inhoud van die cel nu weergegeven. Door een druk op de Enter-toets krijg je de inhoud van die cel nogmaals te zien en je kunt hem dan veranderen of helemaal wissen, bijvoorbeeld met de Delete-toets en er Inclu BTW van maken. Zo is iedere ingevoerde cel dus te wijzigen. Overigens moet ook hier cel H3 uitkomst bieden om het hele woord Inclu BTW zichtbaar te kunnen maken. We tikken daar dan ook het N-teken in. Nu kunnen in kolom A de verschillende artikelen van de prijslijst ingevuld worden. Bijvoorbeeld versterker 1, vervolgens versterker 2 enzovoort. Bij dit invoeren naar beneden hoef je overigens niet steeds op de Enter-toets te drukken. Door simpelweg op de pijltjestoets die naar beneden wijst te drukken, wordt de cel gevuld en kan onmiddellijk de nieuwe tekst geplaatst worden. We hebben de rest van de apparatuur even buiten beeld ingevuld. U ziet het hier in de normale mode voor het overzicht. Voor het intypen van de inkoopprijzen schakelen we weer terug naar de grovere mode. We beginnen in cel B5 met 350. Daaronder 450, 495,95, 249,95, 300, 350, 500, 600, 700, 199,50, 250 en tenslotte 300. U ziet nu linksboven dat de computer voor het getal 300 en ook bij de andere getallen geen dubbel aanhalingsteken zet. Hij ziet daardoor de getallen automatisch als getallen waarmee gerekend kan gaan worden. Nu is door dat recht toe recht aan intypen de getallenrij wel wat vreemd geworden. In een prijslijst willen we daar natuurlijk een mooie rij financiële getallen van maken. Daarvoor kiezen we eerst uit het optiesmenu voor beeld. En daaronder staan dan drie keuzes. Teksten, getallen en lettertype. Het spreekt voor zich dat we daarbij voor getallen moeten kiezen. Maar we zijn nogal nieuwsgierig en kijken daarom eerst even naar teksten. Daaronder staat de keuze links standaard geselecteerd. Eens kijken wat Centrum oplevert. Ah ja, hierdoor worden de teksten in de cellen gecentreerd. Dat hoeft niet en we zetten de zaak maar weer terug op links. De keuze rechts is dan dus natuurlijk het rechts uitlijnen van de teksten binnen de cellen. Dan kijken we ook nog even wat de keuze opties beeld lettertype oplevert. Daar staat normaal ingesteld. Kiezen we echter voor groot, dan wordt het beeld van het spreadsheet wat groter. Voor de rest van de demonstratie gaan we maar weer terug naar normaal. Dan kiezen we nu voor de getallen en financieel. En daar staan vier schrijfwijzen. Wij kiezen voor de in ons land meest gebruikte keuze, namelijk met een punt achter de duizendtallen en een komma voor de decimalen. In het spreadsheet zelf is daardoor nog niets gebeurd, want we moeten het programma laten weten dat we cel B5 als financieel getal willen weergeven. Daarvoor kiezen we uit de menuregel van het programma voor cel en vervolgens voor formaat en dan voor financieel. Het getal 350 wordt nu keurig met twee decimalen weergegeven, met een komma voor de decimalen. Nu is het natuurlijk een heidens karwei om al die individuele cellen zo te moeten behandelen. Het programma heeft een mogelijkheid om dit makkelijker te doen. Je kiest nu bijvoorbeeld voor cel B6 en gaat dan naar het blokmenu en kiest voor markeer. Dan ga je met de cursor naar cel B16 en kiest opnieuw voor het blokmenu en markeer. En daarmee wordt dan tevens het hele tussenliggende gebied van cellen gemarkeerd op het scherm weergegeven. Dan kies je opnieuw voor het blokmenu en vervolgens de keuzes speciaal, formaat en tot slot financieel. En daarmee staan alle getallen in kolom B als financiële getallen weergegeven.
Dan zijn we nu toe aan de kolom verkoop met de toevoeging ex-BTW. Wij willen de apparatuur verkopen met een bruto winst van 30%. Dat kan de computer heel makkelijk voor ons uitrekenen en doorrekenen als we maar de juiste formule opgeven. In cel C5 moeten we dus een formule gaan invoeren. Zo'n formule moet in dit programma altijd met een dubbele punt beginnen. Daarna typen we in dat we bovenop de inkoopprijs in cel B5 30% winst willen hebben. Dus in formulevorm is dat B5 maal, de computer gebruikt daarvoor het sterretjesteken 0,30, wat staat voor 30%, en natuurlijk dan nog de inkoopprijs erbij, dus plus B5. Na een druk op de entertoets komt de software met een getal dat er nog niet erg financieel uitziet. Dat corrigeren we zo nog wel op dezelfde manier als zo even. We willen eerst de andere verkoopprijzen ex-BTW ingevuld hebben. Je kunt natuurlijk in iedere cel dan opnieuw zo'nzelfde formule als in cel C5 invullen, maar het programma heeft een handige mogelijkheid. We gaan naar cel C6 en via de blokfunctie markeren we deze. Dan gaan we naar cel C16 en geven opnieuw via blok een markeeropdracht. Het totale blok wordt gemarkeerd. Dan selecteren we cel C5 en via het blokmenu en de keuze vullen worden nu automatisch de cellen C6 tot en met C16 gevuld met een formule die gebaseerd is op de formule in cel C5. Dat kunnen we linksboven het rekenblad in de celomschrijving zien. Door nu cel C5 tot en met cel C16 opnieuw te markeren en voor blok speciaal, formaat en financieel te kiezen, worden vervolgens deze getallen als financiële getallen weergegeven. Door het invoeren van de formules hebben de diverse kolommen nu een speciale relatie met elkaar gekregen. Als dus bijvoorbeeld de inkoopprijs van cassette 3 400 gulden wordt in plaats van 300, dan wordt de verkoopprijs ex-BTW 520 gulden in plaats van 390 gulden. Dat is een van de sterke punten van een spreadsheet. Het rekent het allemaal automatisch door. Zo kunnen we nu vervolgens ook de gegevens voor de BTW-kolom gaan invullen. In cel E5 moet dan eveneens een formule geplaatst worden. Eerst de dubbele punt en dan de verkoopprijs ex-BTW. Dus de inhoud van cel C5 maal 0,185, wat staat voor 18,5% BTW. Ook hier komen weer vreemde getallen te staan, maar dat corrigeren we dadelijk. We zorgen er eerst voor dat de cellen E6 tot en met E16 weer van een formule voorzien worden. Dat gaat net als zo even. We markeren cel E6 tot en met E16, gaan vervolgens naar cel E5 en kiezen voor het blokmenu en de keuze vullen. De getallen worden ingevuld en met het markeren van E5 tot en met E16 en met de keuze blok, speciaal, formaat en financieel worden de BTW-bedragen keurig ingevuld. Dan moet nog de verkoopprijs inclusief BTW ingevuld worden. Dit gaat weer op precies dezelfde manier. In G5 vullen we de volgende formule in. Dubbele punt en dan de verkoopprijs ex-BTW plus de BTW. Dus tel cel C5 en E5 op. Ook hier verschijnen weer vreemde getallen die we later financieel maken. Maar eerst kopiëren we de formules van cel G5 naar de cellen G6 tot en met G16. Op verschillende regels staan ook hier weer sterretjes in de cellen. Misschien lost het maken van financiële getallen dit probleem opnieuw op. Maar helaas, cel G13 bevat nog steeds sterretjes en is dus nog steeds te smal. Dit lossen we op door kolom G met de controltoets en de pijltjestoets naar rechts een fractie breder te maken. Eén teken blijkt voldoende. Nu is ook de verkoopprijs in cel G13 zichtbaar. Het is meer dan 1000 gulden,
En dit getal wordt nu ook weergegeven zoals we straks aan de computer gevraagd hebben. Dus met een punt achter de 1 van 1000. Het wordt nu de hoogste tijd om deze prijslijst op te slaan en we noemen hem prijslijst versie 1. Prijslijst versie 2, die hetzelfde is als deze eerste versie, treft u op uw diskettes aan. We hebben nu gezien hoe je een prijslijst kunt maken en de software keurig al het rekenwerk kunt laten doen. Als je maar op de juiste wijze in de diverse cellen de formules invult. De prijslijst is nu in principe klaar, maar we willen u met de volgende demonstratie laten zien hoe je daar nog wijzigingen in kunt aanbrengen. Nu kan het zijn dat er inmiddels een drietal nieuwe versterkers op de markt is gekomen. We zullen ze voor het gemak maar even versterker 4, 5 en 6 noemen. Deze zouden dan bij voorkeur vanaf regel 8 toegevoegd moeten worden. Door simpelweg op die regel te gaan staan met de cursortoets of muis en te kiezen voor het menu rij tussenvoegen en dit 2 keer te herhalen, worden er 3 blanco regels toegevoegd, namelijk 8, 9 en 10. En de rest schuift op. De teksten versterker 4, 5 en 6 kunnen nu ingetypt worden. Dan markeer je blok B5 tot en met G7 en gaat vervolgens naar B8 en kiest voor kopiëren blok onder het blokmenu. Daarna vul je in B8, B9 en B10 de prijzen van de versterkers 4, 5 en 6 in, namelijk 500, 650 en 750 gulden. En zoals u ziet worden de gegevens automatisch aangepast. Voor de overzichtelijkheid gaan we weer even terug naar de normale grafische mode. Want het kan namelijk ook zo zijn dat u toch liever die nieuwe versterkers ergens onderaan de prijslijst wilt hebben. We markeren dan dat blok en gaan met de cursor naar het einde van de prijslijst en kiezen voor het blokmenu en de optie Verplaats. De computer verplaatst de regels keurig, maar we zitten dan wel met 3 lege regels. Die kunnen we weghalen door op A8 te gaan staan en te kiezen voor het menu Rij en vervolgens voor Verwijderen en dat nog 2 maal te herhalen. De 3 lege rijen zijn nu verdwenen en alles is weer keurig genummerd. Dit verplaatsprincipe kun je ook heel handig gebruiken voor de kolom Inkoop. Op een prijslijst ten behoeve van klanten hoeven deze gegevens niet te staan. Je markeert dan de cellen B3 tot en met B19. Gaat met de cursor naar P3 en zet die kolom met inkoopgegevens daar voorlopig neer, met de keuze Verplaats uit het blokmenu. Uit het eerste gedeelte van het spreadsheet zijn de inkoopprijzen nu verdwenen, maar kunnen er zo weer tussengevoegd worden. Zo'n lijst als nu in beeld staat kan heel makkelijk worden uitgeprint. Via de blokfunctie markeren we dat gedeelte wat we uitgeprint willen hebben. De inkoopprijzen die nu in kolom P staan zijn niet meegemarkeerd en zullen dan ook niet geprint worden. We gaan weer terug naar de andere grafische mode en naar de printmodule en kiezen onder het menu Print voor Printscherm en vanuit Sheet. Door een druk op de spatiebalk kunnen we eens even kijken wat de computer er bij het printen van gaat maken. Nou, dat ziet er niet zo mooi uit. De kolommen zijn niet goed onder elkaar weergegeven, maar zijn zelfs over de regels heen gesprongen. Het komt er eigenlijk op neer dat er te veel informatie op de regels, of beter gezegd, de rijen staat. Het geheel is te breed voor het papier. Dit is geen onoverkomelijk probleem. We gaan terug naar ons spreadsheet en zien dat we dit best wel wat kunnen veranderen door het spreadsheet wat smaller te maken. Maar dat doen we niet vanuit onze originele spreadsheet om ongelukken te voorkomen. We slaan het spreadsheet daarom nog een keer extra op onder een andere naam. Daarvoor kiezen we onder File voor opslaan en klikken achter N en kunnen daar een naam intypen voor dit extra bestand. Bijvoorbeeld printprijs versie 1. We denken dat door de nu lege kolom B te verwijderen we het spreadsheet al een aardig stuk smaller maken. We gaan daarvoor op cel B3 staan en kiezen voor het kolommenu en vervolgens voor verwijderen.
Het spreadsheet is inderdaad een stuk smaller. Laten we maar eens proberen of het inderdaad voldoende is. We markeren opnieuw de gehele prijslijst, de cel A1 tot en met F19, en kiezen vervolgens voor de printmodule en met het menu Print, de optie Scherm, de keuze vanuit Sheet en een druk op de spatiebalk zien we een goede prijslijst. Maar voordat we kunnen gaan printen, willen we eerst nog wat printinstellingen aanpassen. We kiezen daarvoor onder Instellingen voor Layout. Er zijn verschillende keuzes. Zo kunnen we de regelafstand veranderen van enkel in bijvoorbeeld middel. Dit maakt de prijslijst wat overzichtelijker. Bij deze keuze middel wordt gebruik gemaakt van een regelafstand van 1,5, zoals die ook bij de schrijfmachine bekend is. Verder kunnen we eveneens onder Layout kop- en voetregels voor de prijslijst invoeren. We kiezen daarbij voor kop rechts en typen daarin prijslijst audio. Dit is vooral makkelijk als zo'n prijslijst meerdere pagina's gaat bevatten. Je ziet dan aan iedere pagina onmiddellijk waarover het gaat. Met de invulling van voet midden, waar het paginanummer standaard met de code page tussen wiebers staat aangegeven, gaan we akkoord. Maar we willen naar rechts nog een voet bij hebben, namelijk de datum van de prijslijst. Dat is ook weer makkelijk als zo'n lijst meerdere pagina's bevat. Je typt dan tussen wiebers de reeds overbekende functie date, dollarteken en tussen haakjes today in. Zo we willen, kunnen we onder layout ook nog het paginanummer veranderen in letters of Romeinse cijfers. Maar wij zijn tevreden met de keuze A, gewone cijfers, dus dat laten we zo. Zo nodig kan ook de bladindeling gewijzigd worden. Dit kan vooral nodig zijn bij afwijkende papierformaten. Omdat wij van normaal A4 formaat papier gebruik maken, laten we de standaardkeuze staan. Vervolgens kies je voor printer. Er komt een lijst met beschikbare printers. En wij kiezen voor de Matrix 24, omdat we een dergelijk type printer hebben. En klikken op kies printer. De software laat nu de printerdriver voor de Matrix 24. Om te zien wat we nu allemaal ingesteld hebben, kunnen we nog even kijken op het scherm hoe de prijslijst eruit ziet. Rechtsboven staat keurig prijslijst audio. En onderaan de datum van vandaag. De zaak kan nu definitief op de printer afgedrukt. Dat moet u zelf maar eens uitproberen. Dit was het dan voor deze les. In de volgende les gaan we verder met de prijslijst. We laten u dan nog wat extra functies zien en koppelen het spreadsheet aan Word en aan de database. Vervolgens maken we nog een grafische weergave van een aantal elementen uit de spreadsheet. Daarna laten we u in het kort zien hoe je met een PC kunt budgetteren. Waarover de radioles van deze week gaat, hoort u zo meteen nog. En ik zie u graag weer terug bij de volgende televisieles. Tot dan.